Beste kijker, na een zeer enerverende dag in Amsterdam op de beleggersfair op 27 september mag natuurlijk de coaching AIX op dag- en weekbasis voor u niet ontbreken. De hele dag hebben we gesproken over real-time kansen en bedreigingen, gouden tips en noem maar op. En wat dat betreft mag ik deze dag afsluiten met voor u een blik op de real-time dagkaart van AIX en de real-time weekkaart. Laten we beginnen met de dagkaart. Daar zagen we vandaag niet zo gek veel activiteit. Iedereen was natuurlijk op de beleggersfair aanwezig. En we hebben een kleine witte candle gezien, een beetje de doodsie-achtige candle vandaag. Met natuurlijk de grote hamvraag, gaat het lukken om 580.5052 om die uit te nemen? Met deze voortgang zou het zomaar kunnen, want de indicatoren staan immers in een plusstand. We zien plus 2, we zien de RSI netjes boven de 50 lijn bewegen. Dus het zou kunnen, de kleur van de candle doet ook goed mee. Dus het zou kunnen dat volgende week toch een poging gedaan wordt om die 580 plus uit te nemen. En daarmee komt er wat meer ruimte vrij richting 587. De beroemde grens die ook op de weekgrafiek een belangrijke barrière is. Mocht het niet lukken, met andere woorden een zwarte candle tegen 580 plus. Dat betekent wel degelijk de vorming van een dubbele top op de dagkaart. En dat mag dan weer aanleiding zijn om toch weer een beetje richting de beer te gaan kijken. Met andere woorden. Een klein applausje voor de bulls. Die hebben in ieder geval de correctiefase weten af te ronden. Wat dat betreft was de hammer van een paar dagen terug de goede inleiding daarvoor. Maar het is nog te vroeg om volledig Hosanna te roepen richting de bulls. Dat is pas boven 580-52 het geval. Als ik dan de weekgrafiek erbij neem, dan zien we dat er opnieuw een witte candle is geplaatst. Swingteller een tand hoger naar 5. En zoals gezegd op 580 plus wel degelijk wat bodyweerstand en daarboven de sprietenweerstand op 586, 587. Ook hier nog voldoende ruimte, geen overspannenheid, alles nog netjes in de plus. Op beide timeframes is de up-status dus valide. Met andere woorden, de bulls hebben sinds vandaag en sinds gisteren wel degelijk de meeste troeven in handen. En we gaan kijken of, het volgende week gaat lukken om die rode streepjes die dichtbij liggen, om die weg te slaan, om als zodanig meer opwaartspotentieel te krijgen voor onze beursbarometer. Ik wens u een plezierig weekend.